Goedemorgen Simon! What's up YouTube, goedemorgen. Simon de Smet. Welkom bij een nieuwe vlog. We zijn in de room. Jeff is... Het was een prank vlog, gewoon een coole transition. Ik ben drie keer even schot gemaakt. Kutwekker, ik zweer het u, bro. Daar heb je nog kutvakantie moeten brengen. Nee, nee. Vanaf me dat jij wekker. Zorgt hij ervoor dat er meer een vinger in zijn reet gaat komen? Ik zweer het u. Hij lacht nu nog. Op tijd houden we deze man. Ik zal dus ook wakker, even omhoog. Filmen, hoog. En als jullie het ook al wakker. We gaan een beetje gaan snowboarden, ik heb er keiveel zin in. En oké, ik denk voor de rest dat ik nu gewoon mijn kleren aan heb. Let's go! Ik heb mijn, mijn gymkleren aan. Ik heb mijn skikleren aan. We hebben net een lekkere shake gemaakt voor Jeff. Jeff gaat een taste checken. Dit is de shake die ik altijd gebruik als ik ga bulken. Shoutout naar Younes, Power Builder. Zegt me ja, lekker smaak naar cookies. Jeff gaat nu taste checken, dus zeggen we ervan wint, bro. Eigenlijk vrij simpel, gewoon één goed scoop nemen, dan een beetje melk. En dan heb je lekker resultaat. En? Goeie shit, man. Oh, dat is met vanille ook. Lekker, hè? Oeh! Yeah, hoeveel op 10? Oh, wel een mooie 8, man. We gaan ons snowboardtrief aanhalen. En we gaan nu gewoon gaan snowboarden. Zo, wat ben je van de fanfare? Heerlijk. Heerlijk. We hebben net even een pauze genomen omdat onze Pols en bij Jules zijn lastige knie en dingspijn deed. En we gaan nu naar de vrienden van Jules gaan en dan gaan we verder snowboarden, maar het is echt al fucking nice. Ik ben nu voor het eerst aan het filmen met mijn GoPro. Check, we zijn hier gewoon in de bergen met Jules en het is echt mega nice. We hebben net een stukje rode piste gedaan, maar nu gaan we hier eerst een makkelijk stukje blauwe piste doen. Omdat ik ga filmen en omdat ik weet niet, niet makkelijk ga gaan om te filmen en te snowboarden tegelijk. Maar here we go! Snowboarden gaat echt goed. We hebben net voor de eerste keer een rode piste gedaan, volledig tot einde. Het was wel echt mega eng. We hebben het gewoon geknald en nu nemen we even een poisontje en drinken gewoon een colaatje met een citroentje. En besef gewoon met deze view, de mountains, insane. Let's go, ik ga van deze cola genieten. Santé mensen. Joep. Santé. Heerlijk. Ik hoop dat jullie beelden een beetje hebben kunnen zien van hoe dat Jules aan het snowboarden was. Ik heb mijn best aan te filmen, maar ik weet niet als het goed is of niet. En nu is het er nu op de lift. En ik zei het je, deze view is zo nice. Het snowboarden of het skiën is echt nice, hè. Yes. Maar gewoon de nature en de bergen hier en de geur en de vibe en het weer en de zon en alles is zo nice. En eerst eten we echt keiveel honger. Dus we gaan nu de lift naar boven nemen, dan nog één piste naar omlaag en dan gaan we eten, want onze buik is knorren. En dit, ik heb al in de ochtend niet heel veel gefilmd, omdat ik echt heel veel viel en nog een beetje moest leren. En ik eerlijk gezegd echt heel bang was. Maar nu lukt het wel, dus... Stel je voor dat we dat hadden gefilmd op de ene. Mijn camera was gewoon kapot en het niet op mijn bek ging. Ja, ik was wel één keer gevallen dat ik echt bijna geen adem meer had, dat ik dacht dat ik een klaplong had. Maar sindsdien niet meer echt heel veel gevallen, dus... Let's go, we gaan eten. We zijn hier even een biertje aan het taste checken hier in Andorra. Ik heb het al geproefd, het is de tweede keer dat ik het nu proef. En, ik vind het wel echt verrassend lekker. We zitten nu hier op een terrasje, we gaan even eten. We hebben al heel tijd niet gegeten. Het is nu al, jullie zien het, 3:15. Dus onze maak was aan het knorren, we gaan nu lekker kip eten in Snitschel. En dan gaan we terug op boord. In Chakamaka. Zoals jullie het zegt. Peace! Hij is aan het denken dat ik dan een speciale ben. Let's go mensen, check hoe lekker het eten is. We hebben hier gewoon twee stukjes snitsel en frietjes en lekkere groentjes. Wow.
Jules heeft hetzelfde als mij. Yeah. En hiervan gaan we gewoon smullen. Maar ja, ik zie net dat ik op de uitzoom staat. Let's go, mensen. We hebben vandaag lekker een snitje als met Jules. Let's go. Jules heeft hetzelfde als mij. Wow, ik zie net dat ik op let's go, de sneeuw is hier wel echt fucking nice. Hey Jules, stap maar. Wat zachte landing, kijk. Sneeuw is zo chill. Dat je gewoon een zachte landing hebt, wat? Dat is een echte hobbel. Nee, hè? Die hobbel zit, heb ik er niet in de hoofd. Ja, nice, man. Oh, deze sneeuw ga ik zo hard. Doe wat stap je toe. Zie mijn mensen. Zo va? Ben! Deze moet even slow motion train bekijken, man. Zo va? Ja. Je was goed gevallen, man. Ja, hè? Deze berg is echt onverwacht soms, wel herkennend. Jules, heb je zin om te dansen? Nee, nee. Nu het is nog 5:30. De meeste liften zijn gesloten, behalve deze. Dat is gewoon de piste dicht bij het hotel. En Jules en ik zijn gewoon mega moe, ons voeten doen ook wat pijn. Dus we gaan nog een paar keer van de piste gaan, maar daar gewoon stoppen. Het was mega leuk, mega nice. We hebben niet super veel gefilmd, maar we zijn gewoon nog veel aan het oefenen, aan het leren en veel aan het vallen. Maar sowieso morgen gaan we gewoon een hele dag filmen. We gaan ook eens naar een funpark gaan. En we proberen stunten, de eerste jumps. Yeah, yeah. En sowieso mijn doel. Deze reis is om een 180 van een bergje te landen. Heel misschien een 360. Ik ga het gewoon sowieso proberen. Als het niet lukt, heb ik het tenminste geprobeerd. En ik ben ook echt zo benieuwd naar de beelden van de GoPro. Want ik zie mezelf nu hier een klein beetje. Maar ik weet niet of de kwaliteit van de beelden echt goed gaat zijn. Dus we will see. En nu gaan we ook weer naar beneden. Hè. Let's go. Let's go. Check hoe zot die 0,5 stand is. Wow. Nu kan ik gewoon zo, mijn eigen dek ook zo. Dan zie je die Jules. Zie je die Sharon, de vriendin van Jules. Dus ik kan deze stand blijven filmen, denk ik, als ik gewoon ga snowboarden. Ga je filmen? Ja. Hij doet, hey, vlog van Simon. Simon? Ja. Hey Simon! Wat hier op? We zijn op de lift. Ik weet eigenlijk niet als dat mijn lift is. Ja, dat is al niet. Film Simon. Hey Simon! Nee, die hoort dat niet. Ai, 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 ik ben niet met. We zijn niet met. Bam, wacht. Bij wie ben ik? Van waar kennen we jou? Van wij zijn kei bekend, hè? Van waar zijn we bekend? Ik was toch maar. Wacht. Hallo! Dat ga je echt niet zien, wow, we zijn al sinds even bekend geweest.
Like, abonneer en subscribe. Later. Oei. Ga je mij volgen? Wat? Ik weet jou volgen. Maar ik wil mijn volgen. Oh, ik ben al bezig. Zou je het opnieuw doen? Ja, ik ken jullie twee. Jeff. En ik ben Simon. En wij zijn in Andorra. Oh, dat is mijn hoofd. Dat is mijn hoofd. Ah, is damn slag. Insane. Let's go, boys. Oké, let's go. We hebben er ons normale kleren aan. We hebben ons opgefrist op de kamer. Vlogje had het en geüpload. We gaan nu naar de girlfriend van Jules Compernon. We gaan daar gewoon even pizza eten. En daarna eens checken en uitgaan in de buurt hier. We hebben ook box mee. Een paar briefjootjes. Dus, Jules zijn benen doen ook geen pijn meer, dus dat is wel nice. Hoor je dat even dat Jules echt is vrezen? Blessure had opgelopen. Een blessure. Was, ik maak me echt zorgen, hè, makker. Ik heb dat het sponsor. Simon, bro, wat fuck is dat? Was dat met Clementine? Dat is Clementine. Oh my god. Clementine. Maar ja, nee, zo niet. Ja. Ah, ik ben Frits. Maar ja, ik ben een oud guy van de SLC. Ik doe een keer een vlog, dat wil ik gewoon zien. Ik ben met mijn fan. Ik ben met prijsbal. Mooi, bro. What the fuck? Boy. Ik ging hem normaal met niks verrast met een taart. Ja, ja. Dus, maar ja, bon, ik wist ik al lang. Ja, ja, iedereen heeft al gezegd oh tegen mijn mij. God. Maar ja, tuurlijk. Oké, de verrassing was geen verrassing meer. Maar hij is dus de guy. Bro, dat is kera. Dat is insane. Ik ben echt zo blij om te zien. Maar, oké, weet je, ik vergeef het. Dit is okay. Maar hey, ik kon mijn excuus aanbieden. Nee, maar het ding was, ik kon dat gewoon niet via chat doen. Nee, maar het ding is ook, ik heb inspiratie gepakt van uw TikTok-video. Maar ik heb uw idee, had ik al echt al lang van in de basic. Ja, no shit. Snap je, maar dat is normaal dat je dat idee hebt. Maar bro, bedankt voor het kijken iedereen. Thanks for watching. Like en subscribe. Simon out.